Ja, André Wetzel. Zeg maar, wat voor wedstrijd was het? Want ik vond het vooral heel erg nerveus, zeker op het einde. Het is natuurlijk heel veel druk bij Kozakken Boys, dat snap ik wel. Heel veel druk bij ons, dus ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Ik had het een beetje aangepast, een andere speelwijze toegepast in verband met de kwaliteiten van de Kozakken Boys, die ze natuurlijk ontegenzeggelijk hebben. Drie verdedigers gaan spelen, het pakte heel goed uit, hadden heel goed druk op de bal. Ze hadden toch wel wat overwicht en kregen wat kansen. Maar ja, zeker eerste half uur. Ja, nou de eerste half uur na de eerste 12 minuten. Want na 12 minuten kunnen wij gewoon met 3-0 voor staan. Riley een kans, Matthijs Jessen een kans, strafschop gemist. Dus, maar goed, daarna hadden zij het beter van het spel. Richting de rust vond ik dat we ons heel goed herstelden. We maakten natuurlijk uiteindelijk de 1-1. Na de rust vond ik eigenlijk een klein beetje wegvallen de wedstrijd hier. De kwaliteit was niet zo groot meer. Tot de grande finale zou ik willen zeggen. Ja, nou ja, goed. Wij zijn op een gegeven moment natuurlijk op zoek naar de overwinning. Maar op een gegeven moment merk je dat er allerlei telefoontjes gaan. En dat de uitslagen bij Katwijk dusdanig is dat zij denken van ja, een punt is prima hier. We moeten hem niet verliezen. Ja, dan is het voor ons een moeilijke keuze. Als wij winst hebben, dan zijn we sowieso veilig. Maar als wij een punt halen, dan is die kans ook heel groot dat we erin blijven. Dus moet je niet het risico nemen om er alsnog in te krijgen. Lijkt me wel heel lastig, want ja, je speelt natuurlijk wel tegen een ploeg die kampioen wil worden. Die ook op twee gedachten hinken. Nou, die hinkte niet meer op twee gedachten, hoor. Die wilde echt niet meer. Die wilde het liefst die bal. Van de trainer moesten ze hem 33 keer. Die zeker, ja. Maar sommige wat spelers die twijfelden. Er waren wat spelers die toch de drang vooruit hadden, gezond vind ik. Nou, ik heb dit wel eens meer meegemaakt. Ja, goed, dat is klaar. En de uitslagen voor ons zijn gunstig. De uitslagen voor Kozakken Boys zijn gunstig. Dus het wordt een mooie pot volgende week bij Katwijk Kozakken Boys. En wij moeten gewoon een punt zien te halen bij Excelsior Maassluis. Ja, maar liefst dat is wel het ding vandaag. Jullie zijn natuurlijk nog niet helemaal zeker. De kans is wel groot, maar toch. Nou, we zijn helemaal niet zeker. Zolang de kans er aanwezig is dat je degradeert, ben je niet zeker. Dus je moet gewoon een punt halen. Liefst 3. En dan hoef je niet te kijken naar de wedstrijd wat de anderen gedaan hebben. Kijk, er zijn wel 3 ploegen die moeten winnen. Dus de kans dat je het gaat redden is er wel, maar je moet het zelf doen. Toch, hè? Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat hier wat trots is dat jullie tegen de nummer 2, misschien wel de kampioen volgende week, ja, eigenlijk op eigen veld ook gewoon goed je laten zien na wat er allemaal eerder dit jaar is gebeurd. Ja, maar het is wel een klein beetje een voortzetting van wat er na de winterstop gebeurd is. Hè. We hebben een gigantisch aantal punten gehad na de winterstop. Ik ben hier gekomen toen waren er 7 punten, dus er zijn gewoon 31 of 32 punten bijgekomen in die tijd. En dat is een compliment voor de ploeg. Natuurlijk heeft dat te maken met de komst van Riley. Maar ook met een andere speelwijze, een ander elan in de groep. Dus ik ben daar trots op wat ze vandaag laten zien. Vorige week was een domper, maar dit was wel weer een opsteker. Ja, mijn collega Danny Buijsje wordt daar geïnterviewd. Mm-hmm. Toekomstige trainer natuurlijk van FC Groningen. Gaat hij het redden? Nou, ik ken Danny al heel lang. Uit mijn tijd van ASWH al, toen hij nog bij Feyenoord speelde, bij Nederlands elftal onder 19. Ik heb hem bij ADO gehad natuurlijk toen ik technisch directeur was. Ik gun het hem, maar ik gun het Jack van den Berg ook. Het zijn allebei jongens uit dezelfde streek. En allebei fijne gasten, goede trainers. Dus, ja, maar goed, hij gaat nu een Eredivisie club trainen. Ja, maar hij wil eerst kampioen worden, denk ik. En ik denk dat hij dat kan. Hij heeft zijn diploma nu gehaald. Hij is heel eerzuchtig. En hij zal best nog wel een paar dingen moeten leren. Maar dat heb ik ook moeten doen in al die jaren. Dus hij is jong en hij is eerzuchtig. En Groningen is een hele mooie club. Ja, iedereen zegt dat hij zo veranderd is, hè, ten opzichte van de tijd toen hij nog speler was. Hoe ziet u dat? In welk opzicht veranderd? Nou ja, rustiger. Hoewel, we hebben hem vandaag nog wel een paar keer gehoord, hoor daar niet van. Maar hij lijkt wat gecontroleerder. Ja. In actie te zijn. Ja, nou, ik denk dat hij dat geleerd heeft, ook in Zeist, om zich anders op te stellen. Maar er zit wel heel veel energie in hem. Het bruist aan alle kanten, dat zie je natuurlijk op de... En dat is best mooi te zien. En ik ben ook niet meer de trainer die ik was toen ik 35 was. Op een gegeven moment word je wat rustiger. En dat is vaak wel wat beter. Bedankt. Succesvol, denk ik.